Er loopt nog een opdracht van de gemeente Rieën. In september moet ik duidelijk wijzen wat de Leeuwertus en de Friezen nou vernemen van het feit dat Leeuwert mooi docht in die race om culturele haardstad van Europa in 2018 te worden. Na een lange discussie in de gemeente Rieën is het resultaat dat 20 vaststemmen en 16 tjin. De ChristenUnie komt maar de mooiste mooi betinksten die het de angel eruit helpt. Ik vond het vanavond een heftige vergadering over de besluitvorming van de culturele hoofdstad. En ik vond het ook een moeilijk proces, moet ik zeggen. En, ja, ik vind het jammer dat we niet meer met wat meer jeu en wat meer eensgezindheid dit besluit hebben kunnen nemen. Burgemeester Kroonen is tevreden over de uitkomst. Ik hoop eerder nog een kans dat het in september alsnog afsketten wordt. Omdat het bidboek net goed genoeg is of net duidelijk maken voor een kind dat maar een investering van 4 miljoen er 40 miljoen voor omkomt. Nou ja, we hebben natuurlijk een maandlange discussie en we zijn ook nog niet klaar. Want het is ook terecht dat iedereen zich ermee bemoeit van culturele hoofdstad, wat is dat? Kunnen we daar wat aan verdienen, letterlijk? Maar ook werkgelegenheid, wat levert het stad op? Nou, en dat de raad er kritisch over is, dat ben ik zelf ook. En die opdracht hou ik tot september vol. Het zijn hele terechte vragen en ik denk dat het goed is. Nu gaan we echt van stap naar stap. En deze stap die we nu zetten is het bidboek van de eerste fase kleermaatje. En daar heb ik vertrouwen in dat dat echt een sprankelend bidboek wordt. Waar ik echt de competitie in Nederland mee omkennen. Nou, en dan dus weer de volgende stap. En het is goed dat de gemeente Rieën dat zo in fases oppakt. Maar we kunnen ook terug met het bidboek en die 12 ton. Nou, dat is een mooie bijdrage van de gemeente Leeuwarden. Wilst Kroonen verneemt dat het vertrouwen groeit, had het CDA, die ik nou juist jong tien bloot, het tienoerstelde gevoel. Je merkt het ook om je zinnen, als we erover beginnen met mensen, dat ze het gewoon vaak niet snappen. Dat je in tijden waarin er een hele soort op van alles en nog wat bezuinigen wordt, dat juist dit project dan ineens wat trok in je mat. Ja, en daar proberen we toch wel naar te luisteren, want die 1 euro hebben we maar 1 keer. Over wieken praten de steden weer over de culturele haatstijd.